dames en heren. Welkom bij dag 2. En in deze dag hebben wij de IKEA gevonden. Wat gek is, want we hebben er één dag over gedaan. Dat voelt ook als een uurtje aan, hè. Wat gekheid is dit, zeg. Ik nadat mij in één keer. Het enige wat ik wil is gewoon naar de IKEA. Jij besluit weer... Ja, jij loopt hier langs. Ah, Jordi toch. Daartussendoor zien we dus de IKEA. We hebben het gered, mensen. IKEA is altijd te herkennen aan hun mooie... IKEA. Roodachtige gebouw. Dat gebouw is toch, dat rode? Ja, nee, dat is het ook zeker. Let vooral niet op het gebouw daarachter, want dat is sowieso geen IKEA. Ja, ik vind dat blauw-gele gebouw daarachter maar lelijk. Ik hoop dat we daar niet heen hoeven. Ah, hoop ik ook voor je. Volgens mij is hij een lokale drugsdealer. Ik denk dat petje ook zo. Ja, wat? Ook waar je daar hangt, moet je eens helemaal zo'n lab maken, even kijken gewoon. Ik besef me ook, hier zit gewoon een kantoor. Ik zag net iemand hier binnen weglopen. Zeg maar, hallo! Het is gewoon de industrieterrein waar we nu zitten. Dus waar gaan... Ik vind het ook wel raar dat zo'n IKEA gewoon op zijn industrieterrein zit. Het feit dat de IKEA een industrieterrein bevindt, komt omdat het naast een snelweg is. Ik moet zeggen, dat antwoord van Jury was veel makkelijker geweest als we dat nou zeiden. Ja, snelweg. Let's go. Snelweg hier. Ik heb zo'n gevoel dat we aan zijn gekomen bij de Mediamarkt. Want zoals jullie zien, er staat hier een enorm grote bank. Vincent, ga maar. Loop maar. Het mag. Loop maar. Loop maar. Ja! Gekke jongen. Ja, volgens mij wil je daar niet op zitten, hè? Stop. Ja, kom op. Opspringen. Spring op. Teder op. Op, drop. Kom op. Kom op, Vincent. Let's go. Hop, hop. We zien hier Jordi, die geeft een voetje aan Vincent. Vincent gaat er net niet op. Er is een poging 2. Vincent maakt eerst de handen schoon van Jordi, dat is handig hierbij. Jordi wil erop en er is nu ruzie ontstaan. Ze gaan nu een beetje ruzie maken, dit is niet goed. Het is een beetje hectiek ontstaan, ze gaan allebei... Jordi, oh kijk, Jordi gaat er in één keer op via... Oh, Vincent, het staat 1-0 voor Jordi nu, hè? Oh, dit is spannend. Dan gaan we zien Vincent nog een keer. Vincent in 3, 2 en hop. En ja. Nee, ja. Half. Ja. Oh, nee. Oh, hoe kun je? Nou, Jordi zit er tenminste wel op. Ik ga helpen. Jordi gaat Jury helpen. Ik blijf verslag doen hiervan. Er is een banjo. Er is een banjo microfoon. En ze zijn er allebei op. Ja, dat gaat er niet in zitten, jongens. Nou, hoe voel je dat je nu hier erop zit? Ja, echt een koning. Echt een koning. Koning van Oranje, Willem. Willempie. Nou, Jordi. Kom er niet meer vanaf. Dag. Dit is leuker dan de Bio Studio, of niet? Ja, zeker weten. Ja. Nou, dames en heren, we staan dus juist in de parkeerplaats van de IKEA. We moeten zo meteen een beetje stil zijn als we gaan opnemen in de IKEA, want we kunnen natuurlijk al geschrapt worden. Maar, naast de lokale drugsdealer staat hier ook een karretje. En ja, Banjo Town heeft een zwak voor karretjes. Vincent. Kom hier. Kom maar. Ja, kom maar. Nee, jij mag hem duwen. Oké, duw maar. Ga maar naar achter staan. Minecart Madness. Let's go. Jordi, ja. Jij bewijst altijd het verschil. Oké. Ga erin liggen. Dames en heren, Jordi gaat in bed. Oh, staat hij aan? Hij staat aan. Vincent, ga eens vanaf, jongens. Oké, okay. Gooi het bed voor me open. Gooi het staats voor me open. Oh. Wil je er even springen? Zo. Dan kunnen we van Jordi weer af, kunnen wij naar huis. Kom, gaan we er door. Je ziet ook alleen die beetjes gewoon liggen, voor de rest zie je niks. Oké, we zijn momenteel in IKEA aangekomen. We zijn het karretje kwijt, ik kon niet mee naar boven toe nemen om een van de reden. Want er stond een trap en dan kan maar heel moeilijk een karretje mee naar boven nemen met de trap. Dat heb je misschien ook wel gezien in de bedscène. Oh, kijk daar, Wat? Kijk, hier, Vincent, die loopt. Wat hier is een IKEA potloodjes. Aanvinken. Oh, dankjewel. Ja, aanvinken wat je nodig moet hebben. Nee, maar dit is wel even, de bedoeling is dus nu, we moeten hierboven gaan zoeken naar de kast die we willen. Oh, je hebt er nog geen uitgekozen. Je wil weten welke we willen, alleen die staat hier ergens in al deze ruimtes. Moeten we hierop invullen. Waarom daarom? En dan gaan we vervolgens naar het magazijn. Oké, weet je waar die kast staat dan? Oh, dit is een soort Disneyland 2.0. Oh, gezellig. Nou, laten we op pas. Het is gratis. We gaan naar Space Mountain. Kom. En dan komen we zo bij dezelfde binnen. Top. Gaan we daar zo direct heen, maar toch even stiekem één klein rondje hoor. Dank u wel. Bij die chick en ik zei tegen haar van hey, wil je wat crack kopen en zo. Zei helemaal wat doe je moeilijk, IKEA, dit zat er zelf ook bij hoor. Ja, weet ik, dat was bizar. Ik heb nu haar nummer, heeft ze net aan me meegegeven, gewoon nou wat even bellen. Je weet dat het van die kast is, hè? Oh, ze heeft erbij gezet, kom er maar een keer uit. Uit de kast. Oh. Jongens, ik heb mijn vriendin gevonden. Ja, ik heb dus eigenlijk altijd zo het gevoel dat als ik hier in de IKEA ben, dat
er niet alleen maar mensen lopen die iets willen kopen. Ik heb af en toe echt het gevoel, het lijkt echt enorm op, dat het, ik weet niet veel, dat er gewoon mensen wonen. Ik weet niet, maar ik vind het gewoon echt, gewoon eng en, ja. Ja, maar als ik dan zo kijk, ja, dan zit er niemand. Misschien is het leuk om ook aan de kijkers te zeggen dat dit de kast is nog. Ja, film man. Okay. Dit is de kast. Nee, wacht even. Ik loop wel uit de kast. Pak jij maar nog. Komt erop neer jongens, deze kast hebben we dus nodig zonder alle lades. Misschien, ik vind de lades wel cool, misschien voor ooit. Nee, niet voor nu. Beetje gay kleuren. Beetje gay uit. Laten we het spiegeltje. We hebben de kast gezien, we hebben het opgeschreven, wij kunnen er vandoor. Wie heeft het geld? Hey jongens, we zijn dus juist Vincent kwijtgeraakt in de IKEA. Oh, het is wel, ik heb, vind echt, dit is... We lopen die kant op en we zijn hem echt een beetje kwijt. Dit is ook, weet je wat het ook is, dat weten de kijkers niet, maar Rick die staat nu op het station waar wij gisteren, zeg maar, de video van gisteren, daar is Rick nu, dus wij moeten echt... En we zijn Vincent kwijt. Kom op, Vincent. Nou, daar komt hij. Ik snap het ook niet hoor. Hoe de fuck kan je ons kwijtraken? Jou, hè? Wat doe je? Wat dat je dat we je kwijtraken, lul? Oh, sorry, ik rende even naar mijn tas. Want er een laptop in. Mijn tas al vergeten mee te nemen. Je was je tas vergeten? Ja. Kom op! Zeg het de volgende keer. Sorry. Want we zijn een beetje nu aan het twijfelen. Geef jij toe? Ik weet het niet zeker. Misschien, er is een kleine kans dat we nu een rondje zijn gelopen. We kwamen net een poster tegen. En die zijn we nu ook weer tegengekomen. Ja, het is wel een poster, maar toch. Het zou kut zijn als we nu een rondje zijn gelopen. Het punt is met de IKEA, het enige wat je weet is volg die pijl. En zijn er meerdere, dus niet één, er zijn echt meerdere. Ja, de IKEA is ook niet echt de pijl ofzo. Nee. Nou, we zijn eigenlijk bij de einde aangekomen van IKEA. We zijn jou even kwijtgeraakt. We zijn zelf ook even de weg kwijtgeraakt. Ik snap het allemaal zelf ook niet meer. Maar we van zijn de pijlen volgen. Einde. Komen we er. Nou, dat was dus niet het echte einde. En nog een stukje gaan. Ik heb een kaas in je aars. Oh. Nou, we zijn in het magazijn aangekomen nu eindelijk. We gaan nu zoeken naar onze geliefde lamp. Of lampkast. Met onze geliefde. Ik ben helemaal van apropos. Laten we gaan. Vorige keer was het dus niet zo. We waren dus daadwerkelijk niet in het magazijn. We moesten nog een stukje doorlopen. Maar we zijn er nu. Bardo is blij. Hey, kast kopen. Yay. Zo. Kan Jordi er eigenlijk uit. Je moet wel even zeggen voor de Banjo Town vlog ook. Als je dit ziet, het ziet er echt gruwelijk uit. En Vincent die staat daar. En ik weet niet wat het is met een magazijn. Maar het geeft me altijd zo'n filmisch gevoel. Jij had net een referentie. Nou, met Breaking Bad. Wanneer ze de ton uithalen uit het magazijn en dan ziet dat scènetje zit eronder verscholen. Prachtig stukje. Vette scène. En ik vind ook dat ze had hier zo kunnen gebeuren. En daar is Jordi weer. Kijk hem nou. Wat moeten we met Jordi? Ja, laat me maar hierachter. Nou, Bardo is nu momenteel zijn nummer aan het intikken. Ik word dat morgen gebeld. Ja. hebben hier de kast. Vincent, we hebben de kast gevonden. Wacht even. Stelling 33. Vak 15. Daar stelling 33. En even voor de duidelijkheid, we komen zojuist daar vandaan en de kast staat daar. Ze zijn zojuist gewoon weer een rondje gelopen, maar dat doen we toch altijd. Viva la Banjo Town. Ja, oké, maar origineel dacht ik, we krijgen één zo'n doosje, ja? Eén zo'n doosje. Ja, ja. Maar er staat nu, let op. Kan je het even, ja. Vier. Let op, dit artikel bestaat uit vier pakketten. Hoe gaan we met, ja, moest je, ja. Gaat dat lukken met z'n vieren? We gaan erachter komen, we hebben geen keus. Shit. Oh man, als jij wil weten hoe dit avontuur afloopt. Kijk, volgende dag weer op Banjo Town, dezelfde tijd, dezelfde zender. Morgen deel 2. Oh, dat was de kast, zeg. Jezus, Jordi. Jezus Christus. Laten we even rustig. Tot morgen, jullie. Tot morgen. Banjo!